Vitesse Betrokken heeft al heel wat succesvolle projecten op haar naam staan. Maandagmorgen was bij voetbalclub MHSV de aftrap van weer een mooi nieuw project. Een groep Eritrese statushouders wordt het komende jaar begeleid op zoek naar een baan of opleiding. Op de middenstip van het hoofdveld vond de officiële kick-off plaats, die onder andere door wethouder Gerry Elverink werd verricht. Ik vond het erg leuk om vanmorgen bij jullie les te zijn. Om te zien hoe jullie nieuw bestaan opbouwen hier in Nederland. Je dromen proberen waar te maken. Het project heet Vitesse werkt voor statushouders. Statushouders, we hebben een groep 15 Eritreërs die een vaste verblijfsvergunning hebben. Dus die hier mogen verblijven. En daar bieden wij een project voor aan om ze uiteindelijk toe te leiden naar werk toe. Betaald werk of naar school. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Deze jongens komen uit Afrika, Eritrea. Hebben daar het land moeten ontvluchten vanwege de dictatuur. Ja, moeten hier in Nederland een nieuw bestaan opbouwen. Willen zich ook heel graag binden. Zijn heel bescheiden, dat is ja, onderdeel van hun cultuur. En voetbal is een manier om mensen wat losser te maken. En ook om meteen verbinding met elkaar aan te gaan. Voetbal bindt over de hele wereld. Volgens mij vinden ze het ook hartstikke leuk zo te zien. Maar het is niet alleen voetbal. Ze leren ook over Nederland, over hoe ze aan het werk kunnen komen. Hoe ze toch wat van hun dromen ook kunnen verwezenlijken. Vitesse werkt, heeft hele goede resultaten. Dus ik ben blij dat deze groep jongens daar nou ook mee in aanraking komt. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we uiteindelijk hier aan het werk willen in Nederland, dan hebben we twee dingen nodig. CV en plan. Oké. Wie heeft er nagedacht over zijn plan? Ik wil in de bedoeling, in de bouw. In de bouw? Ja. Oké. De bouw maken. Vijf. Je hebt als schilder gewerkt, hè? Ja. Tien jaar. Hoe lang ben jij nu in Nederland? Ik ben twee jaar. Ik ben 2 jaar in Nederland. En je spreekt al goed Nederlands? Ja, de meeste van Nederlanders wij zeggen het is goed, spreken Nederlands, maar alleen ik probeer een beetje, ja. Wat is jouw droom? Ja, mijn droom eerst moeten met de inburgerexamen. Als je gaat de certificaat van de inburgerexamen en dan moet je met de inbo elektricien worden, ik wil. Probeer me dan zo voor te stellen hoe het is als je uit Eritrea hier komt. Je hebt daar wel iets gedaan, maar hier, de taal is al de eerste barrière. Nou, ze zijn dat aan het leren. Ja, en dan ook nog in de kleuren van de club, potje voetbal samen met de trainer. Ja. Ik denk wel dat het jongens helpt om in ieder geval het zelfvertrouwen te krijgen, wat ze ook nodig hebben om hier in Nederland succesvol te worden.